Welcome back everybody, welcome terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag weer een nieuwe fit. Ik weet het, weer met de PDW, maar PDW is gewoon een baas. Ik zal de komende dagen wel met de MSMC, maar ik heb de laatste dagen niet zoveel gegamed. Ja, ik heb wel gegamed, maar ik heb zoveel zombies gespeeld en niet online. Daarom heb ik niet zoveel gameplay met andere wapens. En ik vond deze toch nog wel een van de betere om te laten zien hoe het misschien moet. PDW, Orbital VZ, Escadron en Hondjesweer. Ik denk een van de perfecte combinaties om heel veel kills te krijgen. Escadron schiet heel veel mensen dood. Daar ben ik heel blij mee dat ik die voorsteltje op heb gekozen. Sommigen hadden als tip gegeven aan mij. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ze die tip hebben gegeven aan mij. Dat is gewoon super blij ben ik daarmee. Ik heb dit weekend een aantal video's weer upgeload. 4 volgens mij als ik het goed heb. Als je ze nog niet allemaal gezien hebt. Ik kan er wel eentje of misschien 2 aanraden. Eentje met de zombie is van gisteravond. Als jij van zombies houdt en je weet nog niet alles van Transit. Dan heb ik daar 3 dingen erin gezet. Wat je misschien nog niet weet. Misschien wel, wie weet. Maar daar vroegen er een aantal nog om dat te doen. Dat heb ik voor jullie gedaan. Dus ik hoop dat jullie het een beetje tof vonden. Ik heb ook live subclass gedaan. Als je die nog niet gezien hebt, moet je ook zeker checken. Ik ging daar live spelen met een klas die jullie mij gegeven hebben. Jullie hadden een aantal opties gegeven. Ik heb er daar eentje van uitgekozen. En daarmee ging ik de strijd aan om het beste, om een goed resultaat te halen live. En na 1 keer proberen eigenlijk, lukte het gelijk. Ik wil eigenlijk gewoon altijd 1 keer proberen. En het lukte gewoon supergoed met de Seacom. En als jij die nog niet gezien hebt, checken. Live. En ik ging beest. Beest Magnet. Voor de rest, deze week ga ik even kijken naar dat livestreamen gebeuren. Hoe dat werkt, hoe dat gaat. En dan hoop ik misschien een keer te gaan livestreamen. Maar dat denk ik nog niet. Livestreamen zal nog wel even duren. Ik denk, in 2013 denk ik dat ik live ga streamen. Ik denk dat ik dan nog even alles goed probeer te krijgen. Ik moet ook nog een andere monitor erbij hebben. En weet ik het allemaal niet. Dus dat komt vanzelf allemaal wel. Maar hier, je ziet het gewoon. Ik maak lekker veel killetjes. Lekker triple killetjes. Lekker triple killetjes. En dat is toch wel fijn. Ik vind het spel Black Ops 2. Natuurlijk, het is anders. Ik zal me gewoon even mijn mening uiten nu over Black Ops 2 en MW3. Black Ops 2 is super chill trouwens. Om te spelen. Voor eigenlijk op zich nou wel. Door de patch is het zeker speelbaarder geworden. En daar ben ik heel blij mee dat er gebeurd is, die patch. Daardoor is het spel speelbaarder geworden. En zullen we ook iets makkelijkere gameplay. Zullen we iets makkelijkere gameplay halen op deze game? Het is nog steeds lastig natuurlijk. Maar ik denk dat je op zich wel Rampage kan gaan. Je ziet het ook af en toe. Als ik een Orbital haal of weet ik veel wat. En je staat in hun span. Dan kan je best wel redelijk lekker gaan killen. En dat is natuurlijk mooi meegenomen dat dat kan. Maar MW3 heeft ook wel weer de stilo dat je daar specialist bonus en alles kan halen. Wat toch wel weer lekker is. Als jij al je specialist bonus had, dan ging je helemaal los. Want dan had je echt gewoon alle perks. En toen kon je eigenlijk gewoon iedereen de baas. En dat was echt vet aan dat je gewoon een MOAB had. Specialist bonus. Dat maakte het spel leuk, MW3. Het spel was ook lekker snel. Heel veel actie achter elkaar. Je maakte geen kills mee, killstreak, want je hebt specialist. En daardoor maakte het toch nog die gameplay wel iets specialer meestal als je daar heel veel kills had. Maar dat komt er ook aan MW3. Maar Black Ops 2, mijn mening, ik vind de game best wel redelijk goed. Het is nog allemaal even adapten. Iedereen die had gelijk een mening ook wel. Ik had nog wel soms een mening van de game is een beetje slecht. Maar ik ben wel een doorzetter van Call of Duty games. Van alle games eigenlijk wel. Om dat te blijven spelen. Want dat is toch wel een belangrijk item. Je kan wel zeggen de game is niet goed en het ding is niet goed. Maar je moet ook soms naar jezelf kijken. En soms moet je zelf ook beter worden in Black Ops 2. En Black Ops 2 is anders dan MW3. Je zal het anders in moeten gaan. Je kan niet meer vollediger in. Zoals bij MW3. Dan zal je waarschijnlijk een keer doodgaan. Het zal ook een keer goed gaan. Ik zeg niet dat het niet kan. Maar het zal ook een keer verkeerd lopen. Want dan krijg jij gewoon hits van de tegenstander natuurlijk. En
Ja, dat is lastig te ontwijken. Maar dit was eigenlijk de eerste ronde ook al, trouwens, als je het nog niet gezien hebt. Ik had Orbital nog staan, Escadron en Doggies nog staan. Dus ik heb mijn killstreaks nog staan. Ik sta 43-3, dus ik probeerde die 100 plus gameplay te halen. Ik kan je wel vertellen, het is niet gelukt. Maar blijf vooral kijken naar deze gameplay. Zeer interessant. Maar ja, kijk, dat vind ik toch wel echt positief aan Black Ops 2. Sorry dat ik de hele tijd van onderwerp een beetje verander. Maar Black Ops 2 is gewoon daardoor goed. Ik zelf vind zombie mode ook op zich wel redelijk gaan. Ik had er iets meer van verwacht. Zombie mode, ik deed gisteren town, de town versie. Dat betekent dat je één gedeelte, ja, het laatste gedeelte bij de bank, ging je spelen. En daar ging jij gewoon even tekeer en daar ging je waves doen. En daar kan je instellen of je hondjes wil of niet, dat weet ik het allemaal niet. Die hebben wij gedaan. Super chill vind ik dat. Alleen, ik had wel iets meer van zombie verwacht. En in welke richting dan? De normale editie. Transit is heel mooi geworden. Heel mooi met een bus. Allemaal super chill dat dat kan. Maar ik vind het niet zo als in Black Ops 1... Zoals een aantal mappen, zoals Kino, Ascension, weet ik het allemaal niet, die mappen. Die hadden toch iets speciaals. Die waren toch een beetje compacter. Die waren lekker een beetje, ja, chaos. En hier heb je ook wel chaos. Maar eigenlijk wordt een beetje de hoofdding, meestal door de bus gedaan. En dat vind ik toch, ja, iets minder. Daarom vind ik nog steeds de zombie mappen op Black Ops 1 nog steeds beter. Ik denk dat er ook nooit een betere map gaat worden dan Kino der Toten. Ik ben helemaal Kino der Toten verslaafd. Die map is echt gewoon geweldig. Hij is super simpel. Het is gewoon eigenlijk een 8-vorm. Dat is eigenlijk... Ja, eigenlijk sta je er versteld van hoe simpel iets simpels zo leuk kan zijn. Daar heb ik echt gewoon tijden, dagen me in vermaakt. En ik hoop natuurlijk ook dat ik hier me nog dagen in vermaakt in zombie mode. Maar dat zal ik zeker doen. Misschien zal ik ooit nog town up gaan loaden. Maar dan in een livestream of zo. Maar dat zul je dan gewoon allemaal zien. Dat zul je allemaal checken op mijn kanaal. Ik ga gewoon deze keer ga ik even kijken hoe ik allemaal bij YouTube. Hoe ik daar mijn partnership kan aanvragen. Kijk, ik doe ook een aantal dingen fout. Je ziet hier in de gameplay ook wel wat dingen fout gaan. En dat gaat bij zombies natuurlijk ook altijd wel eens wat fout. Je moet bij zombies altijd alert zijn. Ik had ook gisteren dat ik... Je zag het gisteren ook in mijn zombiefit. Mijn controller viel een paar keer uit. Nou, dat had ik ook een keer s'avonds. En dat is wel irritant. Ik was de enige overgebleven in ronde 27 of zo. En mijn controller viel uit. En daar stond ik dan. En al die mensen, die drie mensen die met me meededen, zaten zo. Je moet rennen. Maar uiteindelijk neem mijn controller het weer even... En kon ik toch nog even net de ronde afsluiten. Maar ja, let erop. Als je zombies speelt, probeer een volle batterij en zo te hebben. Probeer gewoon alleen je oplader al bij de hand te hebben. Dus die kabel, als jij een kabel erbij hebt. Om die dingen gelijk op te laden als je aan het spelen bent. Dat is toch wel even een tipje, want dat gaat bij mij wel eens een aantal keer fout. Als ik zombies ga doen. Maar de zombie mode vind ik toch wel super chill. De campaign mode van Black Ops 2 heb ik nog niet gespeeld, zal ik eerlijk in zijn. Ik weet niet hoe dat is. Ik weet niet of dat vet is, of dat chill is. Ik heb het aantal clips gezien bij Jeffrey eigenlijk. De campaign mode, waar hij zijn serie had. Ik weet niet of hij die door gaat zetten, maar ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien ook niet. Maar dat moet hij zelf over beoordelen. Maar daar dat hij campaign mode doet en... daar heb ik een beetje stukjes gezien. Maar ik ga hem zelf natuurlijk nog spelen. Maar dan gelijk op de hoogste. Dat is veteran volgens mij. Ga ik hem gelijk spelen en proberen uit te spelen. Zodat ik al die achievements heb. Want daar ben ik ook wel een beetje voor. De achievements of the game. Want bij MW3 had ik ze allemaal bijna. Ik heb er nog een paar niet. Omdat er toen allemaal nieuwe mappen bij kwamen. Dan weet ik het allemaal niet. En ja, dat is het eigenlijk wel voor vandaag. Ik wil jullie gewoon hartelijk bedanken voor het kijken van deze vid. En hopelijk vinden jullie hem leuk. En dan like je hem gewoon en een reactie. En dan zeg ik... See you later, everybody.